Ik zat vorige keer weer te kijken naar het programma en toen dacht ik, zo'n Carolien, jij dus, die zal toch zelf ook wel eens ergens spijt van hebben. Hè? Maar dat kind kan in haar eigen programma, kan ze niet roepen. En nou ik ook even, dat kan het ook niet. Dus dacht ik, als ik jou nu vanavond eens de gelegenheid gaf om ook je spijt te betonen aan iemand, je excuus aan te bieden. Leuk. Als ik heel eerlijk moet zijn, heb ik hele lieve vriendjes om me heen. En ik zou eigenlijk niet weten op dit moment waar ik spijt van zou moeten hebben. Tuurlijk wel, dat heeft iedereen. Iedereen heeft er wel eens ergens spijt van. Nee, ik heb met niemand ruzie. Echt niet, ik word er gek van. Nee. Luister, wij doen de eerste stap voor je, laat ik het dan zo zeggen. Wij doen de eerste stap voor je. Naderhand ben je me dankbaar. Wij zetten de eerste stap. Wij hebben namelijk met die Bosbloem, we hebben iemand op pad gestuurd van ons team. Ja. Die is naar iemand toegegaan om namens jou jouw spijt te betonen aan die persoon. Aan wie dan? Aan wie dan? Kijk maar naar het filmpje, aan wie. Oh. Even wachten. Onverwachts natuurlijk. Hè? Goedemiddag. Goedemiddag. Oh. Een bloemetje. Ik zie het. Alsjeblieft. Is dat voor mij? Ja, dit komt van het programma Het Spijt Mij. Oh. Ja, dat ken ik. Het is een leuk programma. Leuk programma is dat, hè. Heeft u ook enig idee van wie deze bloemen komen? Geen idee. Nee, we hebben met zoveel mensen bonje natuurlijk. Ik ga u helpen. Het is van iemand die ergens enorme spijt van heeft. En die wil dat graag goed maken. Die heeft een haren op de huilen, huilen. Ik zeg rustig, ik ga er weer een bloemetje heen. Is het familie? Nou, nee, het is geen familie, nee. Het is meer een collega. Oh, dat kan er maar één zijn. Ah. Dat is Van Duin. André van Duin, wat heeft hij nou voor reden om met u iets goed te maken? Waar zou die nou spijt van me? Ah, André van Duin, aardig. Ik heb al zijn platen. Ik zo lieve man. Daar zou ik mee op vakantie willen. Dat is een schat van een man. Waar zou die nou spijt van moeten hebben? André van Duin. Meneer, ik zou u uit de droom helpen. Ik zit met André van Duin zit ik in het programma Wie ben ik? Zit u er ook in? En elke aflevering heeft hij wel één reden waarvoor hij mij zijn excuses aan zou moeten bieden, André van Duin. Noem er één. Noem één reden. Noem maar één. Ik kan er wel 100 op noemen. Oh. Ja. Nou ja, daar hebben we nou geen tijd voor. In ieder geval, ze heeft enorme spijt van... Dat wou ze goed maken met die bloemetje. Maar enorme van spijt. Waar komen ze dan? Ik zal het u helpen. Het is van... Carolien Tensen. Carolien Tensen? Zelf. Nou, dat geloof ik. Ik heb met Carolien Tensen nooit een probleem gehad. Is een gouden meid. Tuurlijk, is het ook, is het ook. Maar ze heeft er enorme spijt van. Oh, oh, oh. Maar... Wat heeft zij een spijt? Waarvan dan? Zij heeft er spijt van dat ze u ooit heeft gevraagd om mee te doen in het programma van Wie ben ik? Daar heeft ze enorme spijt. Waarom dan? Waarom dan? Ze vindt het zielig. Ze vindt het zielig voor u. Daarom wil ze het ook goed maken. Zielig voor mij? Omdat u niet bent opgewassen tegen die André van Duin. Want die is leuk, nee. Oh, 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 wat moeten de mensen daarom lachen? En dan zit u er maar bij. En dat vindt ze zo zielig voor u. Daarom wil ze het goed maken. Zij heeft daar enorme spijt van. Enorm. Meneer, volgens mij komt dit bloemetje helemaal niet van Carolien Tensen. Nee. Jawel. Nee, u komt met een bloemetje. Nee, dit is weer typisch zo'n geintje van die Van Duin. Ach, weer over die... Oh, wat doet u mij pijn. Oh, wat doet u mij pijn. Dus zo'n aardige man, die andere Van Duin. Die echt maar, het komt van Carolien. En zij wil het hiermee goedmaken. En zei ze erbij dat ze er begrip voor zou hebben... als u op dit moment zou besluiten om helemaal uit het programma Wie ben ik? Oh. Ja, hup, aanstaande maandag al. Wegwezen. Hup, plaats maar even. Weet u wat, ik ga wel even met u mee naar de studio. Ja. Nee, 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 dat kan niet. Nee, dat is niet daar. Ik heb een papier bij me. Dat is veel makkelijker als u dat nou ondertekent. Maar het was toch gebruikelijk bij het spijt me dat de mensen meegaan naar de studio. Dat is niet meer, dat werd te duur. Het is niet commercieel. Als u dit ik ondertekent... Ik zal Carolien even bellen. Nee, de kast heeft geen telefoon meer. Ze heeft de telefoon weggedaan. Dat werd ze kreeg pijn in de oren. Maar als u dit ondertekent, dan ziet u overal vanaf. Dan geef ik dat aan haar door dat u niet meer komt. Gewoon tekent u maar. Dat is voor haar. Ze hebben er zo spijt van. Zeg gewoon hier nou, tekenen. Ik moet u zeggen, ik ben er wel een beetje geschokt van. Nou, dat is zo over. Gewoon hier. Tegen Ronnie. Ja, oké. Voor elkaar. He? We vinden het allemaal heel erg voor u. Oh, oh, wat hebben we met u te doen? He? Zo, gaan we naar binnen. Even werken, hè. Zo gebeurt. Ja.